sta je momenteel weer helemaal naakt. Heel gek, je vraagt het wel vaak aan mij. Oh, Nick. De kont van je moeder. Wat heeft jouw moeder dan weer? Mijn moeder heeft schimmel op de kut, ja? Wat is er gebeurd vandaag? Ik ben vandaag de 1500 volgers op TikTok. Yes! Yeah! Come on! Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ben ik wakker geworden en ik dacht van ik ga weer de camera pakken en tegen jullie praten. Oh, die was best wel snel eigenlijk, zonder versprekingen. Maar, goedemorgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video, jongens. Zoals jullie weten was de vlog van gisteren best wel kort, omdat ik eigenlijk bijna niks had gedaan die dag. Dus dan ben je ook helemaal niet lang bezig met editen. Dan is het misschien, ja, wat is het? Ik heb volgens mij een half uurtje maar geëdit, omdat je zet het achter elkaar. Introotje erin, autootje erin. Niet zo moeilijk allemaal. Maar ik ga eventjes eten en dan ga ik zo de auto in, want ik ga richting Haarlem. Ik ga lekker sporten en daarna ga ik naar Niek. En vanavond komt Koen waarschijnlijk langs voor een hele grappige reden. Ik weet niet of jullie Koen kennen, maar hij had een hele leuke reden waarom hij hierheen wilde komen. Maar ik weet niet of ik het mag zeggen, maar daar kom ik vanmiddag wel op. Ik ga het wel even vragen als hij hier is. Ga ik wel vragen of we de reden mogen vertellen in de vlog. Want het was best wel grappig. Maar goed, en ik zie wel wat de dag me brengt, jongens. Maar vandaag ben ik wel lekker druk, ben ik lekker op pad. Dus het wordt weer een gezellige vlog. Dus, ben je nog niet geabonneerd? Doe dat sowieso eventjes, want de abonnees stijgen nog steeds. En wat ik gisteren ook al zei, jongens. De support op de vorige vlogs zijn zo goed. En ik word er echt blij van als ik al jullie comments lees. Daar word ik heel blij van, dus dankjewel. Eens even kijken, jongens. Wat kan ik maken als ontbijt? Ik heb hier nog een beetje magerkarkas. Wat komt er nou weer vanaf? Oh, water. Oh, huh? Er ligt helemaal water. Kan dat nou? Ja, onze koelkast, jongens, is echt een zootje. Als jullie nu kijken en je denkt van, Jezus. Ik begrijp het. Ik begrijp het compleet. Want dit is inderdaad gewoon een beetje een zootje. Ah, ik heb deze nog. Ja, dit kan ik wel eten. Of ik kan een eitje bakken. Ik ga denk ik een eitje bakken, want ik ga zo sporten. En als ik dan alleen kwark eet, ga ik echt op een gegeven moment ga ik trillen gewoon. Want die kwark verteert gewoon heel snel. En daar heb je, het zijn niet, ja, het is niet heel stevig ontbijtje, zeg maar, voor als je gaat sporten. Dus ik ga even een eitje bakken. Kijk eens even wat lekker, jongens. Poh! Het is tijd om eventjes een krachtpatser uit te hangen. Want we gaan naar Haarlem en we gaan even lekker sporten. Yeah! Want ik moet dit wel een beetje bijhouden. Want ik moet nu al zeggen, jongens, na december... ik ben niet heel erg aangekomen, misschien echt maar 500 gram of zo. Alleen, je ziet al wel gewoon heel snel dat ik ook al in mijn gezicht al ietsje dikker word weer. Maar, dat is niet de bedoeling. Dus, we gaan trainen, let's go. Zo, ik wilde bijna de deur uitlopen zonder mijn autosleutels en mijn normale sleutels. Maar ja, dat zou heel stom zijn, want dan kom ik niet binnen en kan ik ook niet weg. Hello my friend, how are you today? Hello. Jongens, ik ben nog steeds zo blij dat ik de rap eraf heb gehaald. Ik krijg de hele tijd complimenten van iedereen die zegt van, hij is gewoon weer stuk volwassener. Hij is gewoon weer, ja, gewoon weer dik of zo. Daarvoor was hij ook dik, maar op een andere manier. Hij was een beetje kinderachtig of zo, een beetje te speels of zo. Ik vind hem nu juist wel hard, weet je, ook met die front splitter erop zo. Het is gewoon echt weer een stuk dikker, gewoon een volwassene auto. Ik ben nog steeds blij mee, dus dat is goed. Geen foute keuzes gemaakt. Wat een weer, jongens, vandaag. Potjandori, hier heb je toch helemaal geen zin in? Ja, jongens. Met een zonnetje ben ik altijd blij. En met regen ben ik ook nog wel blij. Alleen iets minder. Nou, jongens, ik heb dit echt niet vaak. Maar ik ben gewoon een kwartier te vroeg. Te vroeg. Nou ja, te vroeg. Je kan ook zeggen, ik ben gewoon op tijd. Maar voor mij is dat uniek. Jongens, 12 minuten te vroeg. Het is echt bizar. En ik kan gewoon een koffietje drinken. Ik heb nog nooit met jou een koffietje gedronken. Of ik ben te laat. Ja. Of ik moet weer vroeg weg. Maar het is de eerste keer dat ik hier bij jou een koffietje drink. Neem even een nippie dan. Is die lekker? Hij is waarschijnlijk wel warm. Dus voor mij... Nu weet je wat je al die tijd hebt gemist. Zo. Ja. Nu kom ik elke keer gewoon 10 minuten eerder dat ik eerst een koffietje kan drinken. Ja. Nou, oké. Okay. Dat weet ik niet dit, maar... Ja. Oh. Nou, even een koffietje drinken en dan gaan we er tegenaan, jongens. Ik sta hier momenteel weer helemaal naakt. Heel gek, je vraagt het wel vaak aan mij. Ja. Alleen, ik ben dus heel erg benieuwd of ik dus zeg maar ook in vet aan ben gekomen. Want dus, zeg maar, ik ben... Niet zo lullen. Oh. Wacht even. En praten. Ik ben zeg maar iets van, ja, wat is het, 500 gram, misschien een kilootje aangekomen in december. Maar ik ben benieuwd of ik in vet dus heel erg ben aangekomen. Want weet je wat ik zei? Ik zie het in mijn gezicht. Maak je handlaag. Wat doen? Sorry. Ik zie het dus wel in mijn gezicht soms terug opeens. Maar dat is toch heel veel vocht ook bijvoorbeeld. Dat kan toch ook heel veel vocht zijn in mijn gezicht. Nou ja, we gaan zo meteen gewoon kijken wat de plooi zegt. Ik bedoel, als het hier zegt dat het vet is, is het vet. Dan heb je gewoon een hamsterwang.
Ja, dat is het enige kutte. Bij mij gaat heel snel mijn gezicht zitten. Oké, jongens. Voor december was ik, even kijken, je ziet het niet goed, was ik 14,4% was het vet. En nu, een maand later, is het 14,6. Zei ik dat net ook? Dus ik ben dus van 12,4 naar 14,6 gegaan in een maand. Maar dat is ook niet heel gek, want ik heb natuurlijk, ben naar Londen geweest, ik ben op wintersport geweest. Daar heb ik patat gegeten. Dus ja, wat ik zeg jongens, straks ga ik nog op wintersport met Stefan, Frank en al de andere mikmak. Daarna, dus zeg maar in februari, ga ik echt weer even gewoon meer opletten. Zeg maar, deze maand heb ik ook niet heel erg opgelet, ik ben veel uit eten geweest zo. Maar straks in februari ga ik weer even meer opletten, jongens, want ik wil geen dikkertje worden. Oh, jongens, het is echt niet leuk. Ik heb gewoon nog steeds pijn aan mijn pols van die box, van dat boxding. Hallo. Ja, die heb ik nodig. Ja. Want we zijn aan het bankdruk, jongens. Dan moet ik zo doen, doe pijn. Intens veel pijn. De tweede training van het jaar. Het ziet er weer op. Het was lekker, ik heb lekker getraind. Dus we kunnen weer tegenaan vandaag, jongens. Ik ga lekker naar Niek. Hij doet niet open. Kijk, daar zijn we. Hey, Minoes. Minoes. Niek is verslaafd aan Game of Thrones, jongens. Ik heb het ook al helemaal afgekeken, maar ook echt in 1 of 2 maanden tijd. En jij zei toen net van, ja, ik hoef vandaag niet te kijken, ik heb geen zin om zo te beginnen. Ik ga het in 1 week uitkijken. Ja, Vic, het is echt lijp. Ik ben echt benieuwd, hebben jullie ook Game of Thrones gekeken? Kijk, ik was heel erg, dat ik eerst dacht van, het zijn zoveel seizoenen, ik heb geen zin om eraan te beginnen, want dan ben je te lang mee bezig. Maar uiteindelijk, jongens, dan begin je eraan en dan ben je gewoon verslaafd. Hé, hé. Zo, wat heb jij gekregen, maat? Wat? Oh, vies peuk. Hé, hey, maar ja. Dit is wel dik. Ja, dit is mijn maandelijkse gift. Jij krijgt dus gewoon elke maand nieuwe Jordans. Wat ik wil dat ook. Ik wil wat een leven, hè? Dat wil ik ook, jongens. Ja. Wat een leven, hè, als influencers. Ja, influencers. Hé, hey, wat gaan we doen vandaag, Niek? Jij? Ik dacht, we gaan eventjes gezellig naar de stad. Ja, even een salade eten. Kijk, of iets anders lekkers. Meal for me! Ik zit helemaal in Game of Thrones. Ja, oké. Okay, yeah! Moet ik een broek? Ja, ik moet wel een broek aan. Ja, doe jij maar een broek aan, het is wel handig. Nou jongens, we willen even naar de stad gaan, maar ik ga niet in deze outfit naar de stad. Dus ik heb gelukkig andere kleren meegenomen. Ja, helaas horen deze schoenen er niet bij, maar ik ga me even omkleden. Wauw. Ik wil dus echt heel graag gitaar spelen. Gitaar? Gitaar. Ik wil heel graag gitaar spelen. Maar ik kan het dus gewoon niet. Ik snap niks van de gitaar. Ja, maar het is een kwestie van oefenen. Denk je dat ik in het begin gitaar kan spelen? Ja, maar kijk, ik weet dus wel wat van... Nou, ik kan geen noten lezen. Maar ik kan dus wel gewoon dingen... Bijvoorbeeld, ik hoor wel klanken. Alleen ik kan deze klanken dus niet... Ik kan dat niet toepassen, snap ik bedoel? Doe eens een kleine serenade. Een wat? Een kleine serenade. Oké. Okay. Deze is voor jou, Niek. Komt-ie. Moet even... even zitten, ga op de bank zitten. Ik ga natuurlijk hier zitten, want je speelt natuurlijk voor mij. Oké. Deze voor jou. Oh, Niek. Oh, Niek. Vertel eens even een paar standaard noten gewoon hoe ik een beetje een bepaalde klank kan krijgen. Moet je dan deze doen? Als je deze twee ingedrukt houdt, dan heb je een akkoord. Maar je moet ze wel indrukken zodat ze klinken. Alle twee? Heb je ze alle twee ingedrukt? Ja. Ik kan niet met één vinger. Kom eens, kijk. Wacht. Twee vingers moet je gebruiken. Yes! Oké, maar je moet er tussenin. Nee, op de... Nee, die tussenin. Je moet ze het liefst zo dicht mogelijk bij deze aanslaan. Staat je wel goed hoor, gitaar. Oh, Niek. Oh. Niek. Oh, Niek. Het klinkt meer als een soort mafkees. Niek lag in zijn bed. Wacht. Ik ben al 2 minuten aan het filmen. Hij zegt zal, elke ik even, zal ik even een verhaal vertellen over jouw wilde nacht laatst? Ja hoor. Niek had een wilde nacht laatst. Oh, Niek lag in zijn bed. En wat had hij toch een pret. Er was een chick
Met een piercing door haar neus. Maar niet heus. Ik kan geen gitaar spelen, maar het lijkt me zo. Ik vind dat je best goed doet. Ja, complimenten. Zal ik een gitaar kopen en gewoon gaan leren spelen? Is dat misschien een leuk proces? Kom, naar de stad. Hoe goed kun jij gitaar leren spelen binnen 1 maand? Dat vind ik een mooie challenge voor jou. Stond hij hier? Nee, ze hangt boven jou. Oh, zo? Ja. Jij kan ook niet, je bent geen prof, maar je kan wel een beetje wat. Goed, dat zijn gewoon 3 akkoorden. Oké, helemaal goed. Wij gaan weg. Voor mijn doen is dit dus echt een hele schone achterbak. Ja. Toch? Normaal gesproken en zo. Normaal gesproken was dit echt een vuilnisbelt. Hier, Niek, doe maar op. Het is wel verstandig van jou, hè? Van als je valt. Ja. ik durf weer bij jou in de auto. Kom. Ja. Ja, waarom laat je niet gewoon op, inderdaad, hè? Zeg maar, het kan nooit kwaad. Nee. Het kan nooit kwaad. Jou in de auto is altijd raken. Vind je dat ik goed rijd? Au! Hey, dat doen we niet! Au! Sorry, wat ben je dan? Zo'n bok. Zo'n boze bok. Zo, je auto is schoon pik. Het ruikt ook helemaal. Nee, dat was van oud en nieuw nog. Ik denk dat jij een alcohol probleem hebt. Dat denk ik echt. Denk jij echt dat ik een alcohol probleem heb? Ja. Eerst dacht ik dat je op mannen viel, dat je zo raar deed. Maar ik denk gewoon dat je een alcohol probleem hebt. Pardon. Ik heb geen alcoholprobleem. Ik heb eigenlijk totaal geen alcoholprobleem. Ik drink bijna nooit door de week. Sowieso, na die 2 maanden dat ik heb gesport ben ik echt weinig uit geweest of alcohol gedronken. Waarom zie je dan zo slecht uit? Ja, dat weet ik niet. Hey, het zijn allemaal grappies, hè, jongens. Hey. Ja, het zijn allemaal grappies, jongens. Weet je hoe onzeker ik hiervan word, Niek? Ja. Ik moet nog soms zo hard lachen om die ene grap bij Hans Teeuwen dat hij naar een vrouw toe liep. Dat hij zo zijn riem los deed. En dan zegt hij, mevrouw, wat zou jij ervan vinden als jij het nieuwe hoofd wordt van de MeToo-beweging? Oh ja, Hans Steel, jongens, Hans Steel maakt altijd van die heftige grapjes, maar het is wel altijd leuk. Zeg maar, dat is het leuke van comedy, om zeg maar randjes op te zoeken, een beetje te schuren. Anders is het niet meer grappig. Hou je van schuren? Ik had dus een witte broek aan toen ik uitging op Cuba. En op Cuba is het heel normaal dat je danst met... vrouwen. Nee, tegen elkaar aan. Ja, met vrouwen. Ja, mannen doen dat. Zou ze dat ook. Dan ga je mannen schuren ook. Met elkaar. Ja, dus ik had een witte broek aan en ik kom in de avond thuis en denk, hé, waarom is die voorkant bij mijn pik en hier zo bij mijn zo helemaal blauw? Blauw? Dat is helemaal blauw. Je hebt de hele tijd tegen een blauwe rok aan lopen schuren of zo. Ja, of een broek of zo. Ik weet niet, man. Dus die zit nu in de was en het gaat er dus niet uit. Poeh! Even een lekker zonnetje. Ja, lekker zonnetje. Net als vanochtend was het nog aan het regenen. Ik was op het strand, er was iemand met een korte broek en korte mouwen gisteren. Wim Hof was het. Nee, het was niet Wim Hof. Het was niet Wim Hof. Wij gaan lekker naar de stad, jongens. Eventjes lekker een lunch halen. Ja, ja. Zo lach je aan het openbaar ministerie. Ja, hier moest ik naar binnen. Toen moest ik voor zo'n schermpje moest ik gaan zitten. Voor toen die boete dat ik te hard had gereden. Zo dom nog steeds, jongens. Maar gelukkig dat ik toen niet mijn rijbewijs ben kwijtgeraakt. Dat zou echt vreselijk zijn. Oh, gezellig. Ja. Ik heb het al gelust. Maar? Ik wil meer dikker worden. Dus ik ga vandaag 2 keer lunchen. Deal. Mooi. Ja, waar heb ik zin in? Je wilde graag een vegan plateau met gemarineerde geitenkaas. Nee. Jongens, moet je eens even kijken. Ik heb gewoon een goede keuze gemaakt. Een salade. Jezus, man. Goed, hè? Ben je trots op me? Ik ben echt trots. Ik zie ook dat het je goed doet in je ogen. Ja. Ja, fijn. Nou, ga er lekker van genieten. Eet smakelijk. Nou, dat was weer fantastisch gezellig, hè? Oh, het is altijd zo gezellig. Altijd echt ook heel erg romantisch met jou, hè, schatje? Ja, wij houden ook de hele avond elkaars handje vast. Ja, ja. Wat neem jij? Oh, zullen we een gerechtje delen, schatje? Ja. Toch? Zo gaat het bij ons. De kipstukjes. Ja. Weet je waar ik dus laatst achter ben gekomen, wat dus echt heel erg vrouwelijk is? Ella heeft dat, maar de vriendin van Jelle had het ook. Dat het opeens is. Zullen we de helft delen? Altijd. De helft delen. Ja, dan ligt er bijvoorbeeld een oliebol. En dan is ze van, wil jij de andere helft? Ze van, eten gewoon die oliebol. Relaties. Hè? Huh? Ik denk altijd gewoon, nee, ik wil hem zelf. Ja, ik wil hem ook zelf. En als je maar niet wilt, dan eet je maar de helft op. Ja. Vind je dat zo gek? Ja. Het regent. Ik vind dit is niet fijn weer. Nee. Daar zijn we niet op de aarde gezet. Nee, ik zou jongens, als het zonnetje schijnt ben ik blij. Als het regent ben ik wat minder blij. Maar het is oké. Okay. We accepteren het. Ja, weet je wat... Zo, het gaat nu wel heel hard regenen trouwens. Ja, maar elke keer als ik begin te zeiken over dit soort dingen,
Bijvoorbeeld nu gaat het inderdaad hard regenen. Dan denk ik, maar we hebben net wel gewoon lekker geluncht. Ja, en nu vind ik het wel irritant, want ik heb ook geen jas. Ja, de mensen die ze niet kunnen betalen, vind ik. Hè? Zullen we maar je camera hebben? Ja, wordt helemaal nat. Ja, zonde. Ziet zo aan de camera, meneer. Ja, dit is een vlogcamera. Ah, ja. Even horen hoor. Het klonk een beetje als ik dit weekend. De kont van je moeder. Maar waarom moet het dan weer zo gelijk weer zo... Omdat dat is iets wat is dat? Wat is dat? Het schuurt, ja. Dat schuurt gewoon. Oh ja, daar hadden we het net wel over. Grappen die schuren zijn leuk. Ik vond hem ook wel best wel grappig. Maar het is een beetje zielig. Want moeder Danny had nu gezegd, hij moet achter de rug op kijken. Ja. Oh, mama zit gewoon nu 6 weken ja, lang op de bank. Jij zegt mij ook niks. Ik ben super betrokken altijd met je moeder. Ja, maar kijk, je tegen een random iemand. Ja, mijn moeder heeft weet een je leuk. Weet je wat leuk? Zou het leuk zijn als je mijn vlog zou kijken? Dat je dan een beetje, dat je bijvoorbeeld een, dat je gewoon even een beetje... We zijn beste vrienden, je kan nog wel eens wat vertellen over je moeder. Nee. Ik ga je moeder nu een appje sturen met, jeetje, sterkte wetenschap. Ja, dan is het lief van. Ja. Moet jij elke keer doen. Nou, jouw moeder? Jij wat heeft je moeder dan? Wat heeft jouw moeder dan weer? Mijn moeder heeft schimmel op de kut, ja? Stuur er even een appje. Hey, Nick. Wacht even, dit schuurt heel erg. Dit is een beetje te. Dit schuurt wel echt hoor, maar. Dus ik kan geen normale spijker. Hou op, oké. Jongens, ga ik uitzetten. Ik lul me wat. Nee, je hoeft niet. Minus, het is niet persoonlijk, Minus. Weet je wat het is? Ik denk dat ze gewoon een beetje schuw is. Elke keer als ze die camera aanzetten, dan rent ze weg. Ja, het is echt bizar. Minus. Minus de poes. Ik doe niks. Minus, nou, zeg. Ze denkt elke keer dat ze dan wil pakken. Ja, het is echt gek. Minus is... Ik aan jou laten zien. Op Cuba hadden ze niet zoveel, dus ik dacht, ik koop een asbak, terwijl ik niet rook. Met twee mensen die seks hebben, twee sigaren. Sigaren die seks hebben. Nou, wel leuk. 10 euro. 10 euro! Op je mel, gauw! Gewoon afgezet. Ja, 10 euro. 10 euro voor een stukje klei. Nou. Later, Joop. Ik neem je eigen condooms mee, want ik wil niet dat jij die van mij gebruikt. Het is niet ervoor weer. Waarom moet je... Weet je, zoek het uit. Nu denken, waarom mensen, moet je dat... nu denken mensen iets, snap je? Mensen denken helemaal niks. Mensen denken gewoon dat jij compleet gestoord bent. Dat wisten ze al. En daarbij denken ze nu dat wij anale seks hebben gehad. Dat denken ze nu, want ik het over condooms heb. Maar het is dus niet zo, want dat is de grap. Later, ik zie je later, hè. Doei. Mafkees. Echt een mafkees. Zo, jongens, ik ga weer lekker naar huis, want ik ben klaar met Niek. Echt, hij heeft soms dingen, jongen, is dat... Ja, hij is gewoon niet goed in zijn ijs. Niek is gewoon niet zo goed in zijn kop. Maar goed, dat wisten jullie al. En dat weet hij gelukkig zelf ook. Maar ik ga lekker naar huis. En als het goed is, is Koen er straks. Wim, die is er ook. Maar ik ga even aan Koen vragen of hij wilt vertellen in de vlog waarom hij bij ons is. Ik vond het echt grappig toen ik het... Hij stuurde een appje. En toen moest ik gelijk lachen. Ik zei, ja, tuurlijk kan je naar mij komen. Maar ik kut. Dit is ook weer zo kut. Nu ben ik het aan het ophypen. En straks gaat hij, mag hij het niet zeggen. Of is het niet netjes om te zeggen. Maar, we gaan even checken zo bij Koen. Ja, jongens, ik denk daar nooit over na. Dat ik dus inderdaad gewoon niet in de spits weg moet rijden. Het is nu 6 uur, dit is echt perfecte spits gewoon. Perfecte spits. Oh, nou ja, daar sta je dan. Gelukkig sta ik wel al in Amstelveen vast. Of nou ja, pas in Amstelveen vast. Het valt hopelijk wel mee. Wie is daar nou? Hey, Koen. Ja, mevrouw. Het is aan de verkeerde keuken. Wat ben je aan het maken, jongen? Kip. Oh, lekker risotto. Oh, risotto. Je bent ook nog eens aan het koken. Je bent de gast, toch kom je hier koken. Dat is toch top? Toch het bericht. Ja, kan ik dat zeggen? Of kijken die mensen? Zijn er mensen die het kijken? Doe maar niet. Oké. Dan zeg ik het niet, maar het was echt heel grappig. Echt een anticlimax, jongens. Maar goed. En dit is Willem. Dit is Willem. En Willem die is jarig vandaag. Ja? Oké, het is jouw verjaardag. Heb je cadeautje? Ja, er komt zo'n stripper. Er is iets magisch gebeurd vandaag. Namelijk, Wim, vertel het. Ik ga even een fles champagne bij halen. Pak even een fles champagne, want dit is echt... Heb je er nog eentje? Ja, is dat koud? Oké. Nou, ik ga hem dus even... Zeg maar even, wat is er gebeurd vandaag? Ik ben vandaag de 1500 volgers op TikTok. Woo! Yes! Yeah! Come on! Ik heb al... Nu ben je een echte influencer. Ik heb al een half jaar geen TikTok gepost. Maar... Ja, leuk voor het idee. Ja. Wat een prestatie, jongens. Jaloers? Ja, vind ik wel lijp. Dit is best wel bizar. Ja. Koen, wat zorg je toch goed voor ons, Koen?
Maar schep zelfs op ook. Oh ja, echt. Het is echt luxe. Gisteren had jij voor mij gekookt, samen met Daniek. Vandaag Koen, het is gewoon een hotel hier, joh. Lekker een beetje op gevangenisvoer. Ja, het enige... Ja, het ziet er wel een beetje uit als een drapje, maar het ziet er wel... Het is wel prachtig. Het is een prachtig drapje. Aangezien Wim altijd de burrata koopt uit de winkel, moeten we het doen met mozzarella. Dus dat is Wim's schuld. Nee, ik hoef ook de FOMAR's schuld. Ik hoef er denk ik ook geen kaas bij. Is dat lekker? Ja, er hoort burrata op, maar ja, dat had die kutwinkel niet gegeven. Ja, dat is echt zo. Dus de FOMAR hier beneden bij ons is echt, er is nooit wat. Heel vaak geen avocado's. Ik wou er granade in doen, maar het er ook niet. Dus het is kip geworden. Ik weet niet of het lekker is. Maar vast wel. Eet smakelijk. Sowieso al bedankt. Jongens, eet smakelijk. Jongens, er gebeurde net echt iets heel raars. Ik viel en opeens is heel mijn broek kapot. Kijk hoe gek. Echt raar. Nee, ik maak maar een grapje, maar deze broek was echt heel erg lelijk. Ik heb deze ooit gekocht bij de Sara. En ik heb hem nu al een tijdje. Maar en hij is veel te wijd, omdat ik was afgevallen. Dus zeg maar, kijk, het is echt gewoon een hele wijde broek. Dus het klopt niet meer. En hij was heel lelijk. Ik had te grote gaten in. En toen, heb ik hem opengetrokken zo. Tja. Kijk eens, jongens. Ik had gezellig de kaarsjes aan. En ik was gewoon een beetje lekker tv aan het kijken. Maar goed, ik ga lekker mijn bedje in. Want morgen weer een nieuwe dag. En morgen ga ik de studio in met Berend. En ik heb echt Berend al heel lang niet meer gezien. En misschien dat sommigen van jullie hem wel kennen. Hij heeft het nummer Aubergine gemaakt voor ons ooit. Voor mij en Steve. En vroeger de eerste keer dat ik in de studio ging om muziek te maken, was het met Berend. Maar ik sprak hem echt toevallig net. En we zeiden van, oké, laten we gewoon morgen gaan chillen en laten we gewoon muziek gaan maken. Dus we gaan dan richting Rotterdam naar die vette studio's, de No Name Studios. En dan gaan we muziek maken, jongens. Het is morgen weer een hele leuke dag. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer bij een nieuwe vlog. En dan zeg ik voor nu, doei doei!